ze hebben hem al aangekondigd. Deze tuner is immuun voor de coronacrisis. Volgens mij wordt het een van de meest uitgebreide Ferrari projecten die we ooit gedaan hebben. Telefoon voor je. Van mij. Even zwaaien naar de camera. Tot volgende week. Ja, dit is hem. Dus eigenlijk staan we nu... Je weet hoe ik ervan hou. En weg was hij. Gaan we naar oma toe, Ruby wegbrengen. Dus gaan Ruby bij oma spelen? Wil je niet naar oma? Normaal is ze praatjes, maar nu is het doodstil. Doe je dit elke dag? Nee, alleen op vrijdag gaat ze naar oma toe, tenminste naar mijn moeder. En de andere dag in de week... Naar de andere oma en dan nog een oma hebben we. Daar gaat ze ook een dag in de week heen. En normaal gesproken de opvang. Hey, kom je tot leven? Eet? Dit is oldschool, hè? Telefoon voor je. Moet hij ook mee? Nee. Oh. Huh? Hop. Oh nee! Ik ga het pakken, die is voor jou. Deze, wil je mee? Lekker. Kom. Ga naar oma. Gaan we naar oma? Ja. Ja. Doei. Mooie stad, Zoetermeer. Ik neem Roman altijd in de zeik. Roman woont nog steeds in Zoetermeer. Ik doe het alsof ik het een ramp vind in Zoetermeer, maar het is best een leuke stad. Ik ben eerst in de zaak. Jij kan daarheen brengen zodat zij hard kan gaan werken en onze boterham kan verdienen. En dan hebben we een bezichtiging, een tweede, bij een vastgoedproject waar we mee bezig zijn. Nou, we gaan een pet ophalen, gaan we dat project bekijken. Als het voorspoedig loopt, mogen we dat al in deze video laten zien. En zo niet, dan blijft het bij dit verhaaltje, maar dan later meer. Maar eerst even denken nu. Ik heb er al drie op. Oh, daar is... Ja, als Liz koffie gaat zetten, dan... Hey, let op. Puk weer met worstenbroodjes. Dat is op vrijdag, hè. Dus hij gaat weer zijn rondje maken. Dan komt hij boven met een leeg bordje. Ja. Lekker is. Worstenbroodjesdienst. Lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb er één op. Ik had er al één op. Rico gaat hem ook niet overslaan. Jawel, kom op. Laatste is voor Jason. Heb je zelf ook al één? Ik heb er al twee. Echt? Ja. Goed. Zo naar de parkeergarage. We gaan kijken. Ja. Top. Moet je niet eens starten? Het is elektrisch nog. Jezus. Hey, er zit zelfs parfumering in, hè? Wat heb je aanstaan nu? Chanel. Golden. Golden shower. Golden shower, dat is als je af en toe een nattigheid voelt. Ja, nou ja, we hebben in principe S-klasse in bestelling staan. Maar... Leverproblemen, tenminste productieproblemen.
iets met de aandrijfassen was het toch, Pet? Ja, zoiets. Ja, de S-klasse komt dus voorlopig nog niet. En we willen de dienstverlening willen we wel al naar het niveau brengen wat we in gedachten hadden. Dus zodoende, door de samenwerking met Ecris die we hebben ook, zijn zij eigenlijk erop ingesprongen en hebben ze deze neergezet. En zijn we nu aan het kijken of het wat is. Het rijdt goed, hè? Hey. Ik vind het een toppetje. Ik ben geen BMW-man, maar... Lekker hoor. Nou, ik weet nog wel dit model. Ik was in Genève, de oud salon. Toen introduceerden ze deze met die nieuwe grill. Ja. Toen dacht ik echt... dat iemand daar een TIA had gehad op de designafdeling. Maar als ik nu deze heb gezien... Het is pijnlijk hoor, TIA. Er zijn er maar weinig, die komen er echt gewoon goed bovenop. Misschien had hij hem al gehad, als hij daarna. Maar toch, als je het nu ziet, is het wel van deze tijd. Nou ja, dat wou ik zeggen. Als je dus de pre-facelift, dus de 2019 versie ziet van deze... is het ineens een hele oude auto als je die voorkant ziet. In vergelijking met deze voorkant. Ik vind het altijd wel knap hoe dat soort mensen kunnen vooruitlopen op wat dan in één keer sexy is. Ja. Toch? Dat zie je bij de nieuwe M3, M4. Ik dacht echt, wat hebben ze gemaakt toen die eerste foto's uitkwamen en nu langzamerhand. Ik heb hem nog steeds niet in het echt gezien, maar zelfs op de foto's begin ik langzamerhand al te wennen. Maar we kunnen inderdaad niet zeggen waar we heen gaan. Waar? Het is in ieder geval Rotterdam. Ja, het is in Rotterdam. Ergens... mooie locatie aan de rand van het echte centrum, het hartcentrum. Hartje, centrum. Die parkeergarage gaan we ombouwen tot een autohotel met allerlei aanverwante diensten en services. Zodat mensen die de auto niet thuis kunnen hebben of willen hebben of hun zeg maar verzameling niet thuis willen hebben staan op basis van veiligheidsredenen of je rijdt er nooit mee en je wil een keer een auto pakken, dat heb ik natuurlijk ook nog wel eens gehad. Pak je een van je auto's en dan is de batterij leeg of gaan er allerlei lichtjes branden of je rijdt weg en dan heb je echt het idee de eerste 15 kilometer dat je banden vierkant zijn. Ja. Hey, want eigenlijk zet je dat ding neer, maar niet onder de juiste condities. Je was vergeten dat je met een lege tank had weggezet. Ja, precies, dat soort dingen. En je zet hem, dan rij je toch een rondje rijden en dan zet je hem vies weg en dan kom je terug. En dan denk je, oh shit, wat ziet dat ding eruit? Had ik eigenlijk even moeten wassen. Maar ook gewoon vandaag de dag met alle veiligheid voor je autocollectie is het wel lekker als je het niet bij je thuis hebt staan. Want eigenlijk kan het niet meer. Nee. Ja, de plek waar ik vandaag. Colonel Outskart. Ja, toch? Toch? 80. Het ziet er goed uit. 85. Ja. Mooi. Ik ga even een rondje lopen. Ja. Hoeft niet helemaal tot het einde, maar... Want dit is eigenlijk... in één lengte allemaal hetzelfde formaat. Ja, dit is hem. Dus eigenlijk staan we nu hier. Maar eigenlijk, als je nu zo kijkt, want gisteren dacht ik bij mezelf, oeh, hij is misschien nog best wel een beetje... krap? Nou, een beetje stijl. Die, Nee, valt er eens mee. Ik denk dat we op het einde vooral misschien iets aan de hobbel zouden moeten doen. Nou, dan moeten we van de week even met zo'n sportwagen hier naartoe. Die McLaren of zo. Kijk, en misschien wel eentje zonder liftje. Gewoon eens kijken hoe het werkt. Ja, laten we een Lambo doen, want de McLaren moet die dadelijk hier weggetakeld worden. Niet zo negatief. Wat je dus eigenlijk creëert is dat je deze ruimte als ontvangstruimte, auto's komen binnen, kan de auto aangenomen worden. Hier kunnen we de auto die opgehaald wordt wel klaar hebben staan. Eventueel warm gedraaid en al, dat ze in één keer weg kunnen rijden. Dus hier komt ook een overheiddeur. Ja. Je gaat door die deur heen, naar beneden, bij deze deur heen. En hier kunnen we dan wassen en de werkzaamheden aan de auto verrichten. Dit is dan... Ja, auto hier, gewassen, klaar. Dan heen we weer uit, terug naar de... Dus naar zijn kamer, eerst piano. Dan gaat hij daar in de piano, aan de lader. Top. Kijk, er zijn ook mensen die gewoon geen plek hebben thuis. En Rotterdam wordt gewoon echt overvol. En dat is ook maar de vraag of dat je gewoon die auto's aan huis wil hebben en of je ze niet hier gewoon onder de juiste condities weg wil zetten. Waarbij eigenlijk alles wat je met een auto moet doen aan zeg maar onderhoud, dat het gewoon uit de handen genomen wordt en dat het voor je geregeld wordt. Wil jij rijden? Nee. Je gelooft wel dat het geen prima auto is.
Oké, we gaan even een rondje lopen, ja? Net het autootje binnengekomen, gaan we even kijken. Ik ga niet Roma's rondje overnemen, maar deze is te mooi om even niet te gaan bekijken. Ja, dik. GTS uit Polen hierheen gebracht om volledig Novatek om te bouwen. Wat vind jij van het kleurtje, Rico? Vet, mooi metallic kleur. Zeker met zon, als je naar het voorscherm kijkt. Ja, ziek. Lijkt bijna goudachtig. Zo meteen maar wassen. Maar volgens mij wordt het een van de meest uitgebreide Ferrari-projecten die we ooit gedaan hebben. Kijken of we die de wereld over kunnen krijgen. Qua aandacht. Het is bijna klaar. Het is ook wel dik, hè? Het is een 550 WSR, zeg ik het goed, World Speed Record. Dus heel speciaal, daar gaat Rowan in de volgende video gewoon veel meer over vertellen. Maar het ziet er gaaf uit ook. Hoeveel zijn er van gemaakt in de wereld? Weet ik niet, maar dat ga jij me nu vertellen. 33. 33. Twee gele, dat weet ik wel. Maar dit is er één van. We gaan hem helemaal detailen en netjes maken en klaarmaken voor een collectie. Volgens mij gaat de eigenaar er gewoon mee rijden ook. Dus dat is wel leuk. Zeker in combinatie met het gele monster die we net buiten zagen. They're off. Nice. It's not a nice job, but they are off, yeah. It'll look way better. Ja. Yeah. Yeah, happy you took them off. We hebben de dakdraagjes afgehaald, anders moest hier een seam komen. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus nu kunnen we hem gewoon mooi in één stuk plakken. En met McLaren zijn we weer terug naar origineel aan het brengen, want hij wordt verkocht. Nicky Romero. Maar ik heb in de wandelgang gehoord dat we wel iets anders met hem gaan doen. Dus daar volgt nog wat meer info over. Dan hebben we hier de Rolls, waar het interieur uitgehaald is. Lekker leeg. We hebben deze gewrapt. Deze gaat naar Dubai. We gaan de gordels gaan we vervangen. En om de gordels te kunnen vervangen, moeten ze het hele interieur uit elkaar. Maar we gaan ook het interieur weer oplappen. Dus dat is een mooie bijkomstigheid als het er nu toch uit is dat we het goed kunnen herstellen. Mini. Mogen we daar wat over vertellen? Nee, helemaal niks. Het is een Mini van Mini België. En we weten nog niet wat we ermee gaan doen. Nee, niet laten zien die stoelen. Kom, kom. Wat ik eigenlijk aan het doen ben, is ik ben een rondje aan het lopen om te kijken naar de planning. Dus ik zie dingetjes aan auto's, waar ik nu niks over vertel, maar dat ga ik straks allemaal verwerken. Kunnen we leveranciers bellen, vragen waar spullen blijven, noem het maar op. Gewoon zorgen dat alles blijft lopen. Doe ik natuurlijk niet alleen, doen we met z'n allen. Maar af en toe moet je even een rondje lopen om te kijken of alles goed gaat. Dit is onze eigen auto natuurlijk, jullie kennen hem al. Daar zat X-Pel Stelt op, dus is Roy er nu af aan het halen. Dat doen we met stoom. Als de folie warm wordt kan je het weer makkelijk verwijderen. Dus tenminste makkelijk. Is het makkelijk, Roy? Nee, hè? Makkelijk. Maar ja, het kan in ieder geval verwijderd worden. Dus dat zijn we nu aan het doen. We gaan hem rappen. En rappen op de PPF kan wel. Ja, het voegt niet heel veel toe, dus we gaan hem een andere kleur hebben en die finish willen we natuurlijk zo strak mogelijk hebben. Geen randjes en dergelijke. Laat je de PPF eronder, dan zie je die randjes er doorheen, dus dat willen we gewoon verwijderen van tevoren. Naast het rappen gaan we er nog meer mee doen, maar dat volgt natuurlijk ook weer later. Hint geven? Ik kan een hint geven. Hint. We zijn er pas importeur van geworden en daar moeten we natuurlijk demo's voor hebben, dus ja, ik denk dat het wel duidelijk is. Gele GTS. Dit is wel een stressvol projectje. Op video lijkt het natuurlijk alsof alles soepel verloopt altijd, maar er komt een Novatek kofferklep op en dit is een parelmoer oranje lak. Dus omdat je verschillende panelen om die kofferklep heen hebt, die allemaal in een andere richting liggen, kan je heel snel kleurverschil zien. Dus om die kleur te matchen hebben we best wat moeite gehad. En het is natuurlijk een carbon kofferklep, dus je wil die ook gewoon net zo strak hebben onder deze belichting als de rest van de panelen. En dat is met een carbon ondergrond natuurlijk altijd even wat moeilijker dan een gewone polyester
kunststof of aluminium ondergrond. Maar we zijn er bijna. Ik denk dat we hem deze week gaan afmonteren. X-Spel zit erop. Deze hebben we eruit gelaten om de X-Spel goed te kunnen installeren, zodat we daarna de shields weer terug kunnen zetten en de auto gewoon in elkaar kunnen zetten. Gaat er nog glascoating op? Maar ja, we hebben nog veel meer gedaan dan dat, maar dat gaat Rowan natuurlijk ook wel allemaal vertellen. Vind je het fijn dat steeds meer projecten totaalprojecten zijn, in plaats van kleine dingetjes aan de auto? Zeker. Qua business is dat fijn, maar qua, qua passie die we ervoor hebben, is het natuurlijk ook superleuk dat we steeds completere projecten doen. Maar het is ook wel uitdagend. Dus we hebben verschillende divisies die aan de auto moeten werken. We hebben toeleveranciers waar we van afhankelijk zijn. En om dat allemaal zo soepel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, daar ben je eigenlijk heel de dag bezig met het plannen ervan. Het is niet dat een auto binnenkomt, je drukt op een knopje en alles gaat vanzelf. Nee, je moet continu ermee bezig zijn om te kijken of de onderdelen op tijd binnen zijn. Alsof het spuitwerk op tijd verricht is. Alle jongens die daar moeten werken bij ons intern, die zijn afhankelijk van elkaar. Dus de een kan pas door als de ander zijn werk heeft afgerond. En daar is eigenlijk de grootste uitdaging. Dus je moet continu schakelen en zorgen dat dat allemaal soepel blijft lopen. Want het is dan weer niet één auto waar het om gaat, maar we doen nu 100 per maand. Dat betekent dat je even gemiddeld 25 auto's per week moet verwerken, die allemaal in een treintje op elkaar moeten sluiten. Dus dat is een grote uitdaging, maar wel heel leuk. Dus daar zijn we met z'n allen dag in, daar gaan we mee bezig. En ook de jongens die met hun handen de werkzaamheden verrichten, die zijn ook onderdeel van om de planning zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus dat is eigenlijk iets waar we dagelijks mee bezig zijn, dagelijks in proberen te verbeteren. En daar moeten we over een paar jaar nog veel beter in zijn. Later! Ciao. Goed in de randjes, hè? Het is thuis. Alle spotters hier, omdat ze denken dat Senna vandaag weggaat. Heeft iemand ze verteld dat hij vandaag weggaat? Ja, Dennis. Ah. Zijn jullie hier voor de Senna? Ja. Die gaat maandag nog weg. Het is verplaatst. Ze denken dat ik een grapje maak, maar hij gaat echt maandag pas weg. Ze hebben hem al aangekondigd. Deze tuner is immuun voor de coronacrisis. De autosector krijgt overheidssteun om te kunnen blijven investeren in R&D. Verder aandacht voor de nieuwe Mercedes EQA. De omzet van Tuner Absolute Motors groeit met bijna 150%. En Wouter test de Ford Mustang Mach-E. Oké, lachen. Ben benieuwd. Op naar Amsterdam. Interview bij de BNR Nationale Autoshow. Om een beetje te ouwehoeren over Absolute Motors, Novitec, Goodwill. En de ontwikkelingen van Absolute Motors. Kijken wat we ervan gaan maken. Dan gaan we even de oude uitzending aanzetten. Even terugluisteren. Drie jaar geleden ben ik bij BNR geweest. Toen heb ik natuurlijk ook al een beetje gepraat over wat Absolute Motors is. Wat we gaan doen. Wat we ooit hopen te bereiken. Dus nu 3 jaar later zijn we wat verder. Dus ik ga even terugluisteren wat ik toen gezegd heb. Waarschijnlijk zullen zij daar ook op inhaken. Nee, het is nog steeds een eindje. Even kijken, hoe werkt dit? We gaan verder met Kenneth de Pruisenaar, de La Woestijn-eigenaar van Absolute Motors in Ridderkerk. Nog geen jaar bezig, hè, eigenlijk. En nu al uitbreiden. Wat gaan jullie doen? We gaan verhuizen. December is het klaar. Verhuizen? Dat zou ook een mooi pandje zijn, of niet? We moeten 2 keer zo groot, dus... Er zit wel een mooie zaak, dus dat gaat het niet worden. Had je dat verwacht? Vind je het leuk om in dit soort uitzendingen te zitten? Ja, doe het niet vaak. Dus het is toeval dat we het eigenlijk vandaag doen. Maar ik vind het wel leuk. De eerste keer was ik echt wel heel zenuwachtig. Toen bestonden we... nog geen jaar, dus heel veel dingen die je dan zegt zijn nog echt gedachtegangen en dromen. Maar nu is het natuurlijk heel veel, tenminste eigenlijk alles is realiteit geworden, verder dan dat nog. Dus nu heb ik een stuk meer vertrouwen om er ook leuk over te kunnen vertellen. Ja, wennen. Maar ik hoef niet te wennen, want dit is als goed de enige keer, dus dat is top. Je weet hoe ik ervan hou. En weg was hij. Je weet dat ik er niet van hou, Rico. Ja.
BNR. We gaan naar binnen. Kijken wat we kunnen gaan filmen daar. Ik hoop dat Rico een beetje mag filmen, maar anders vooral luisteren. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ik kom voor de uitzending van de autoshow. Tot verder. Dank je. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow. De gast is oprichter Kenneth de Pruisenaar de La Woestijnen van Absolute Motors. Welkom. Ja, dank. 3,5 jaar geleden was ik hier ook. Dus, ja, ik had hier 4 jaar, maar jij hebt het te scherper nog. toen was je hier, toen had je 1 loods en een paar medewerkers. Ja. Hoe staat dat er nu voor? We zitten nu op 5 loodsen. Dus het is flink gegroeid. Maar de medewerkers ook. We zitten nu op 25 man FTE fulltime. Dus, dat is best veel. Maar wordt niet tijd voor gewoon een lekker groot pand voor jezelf, joh, in plaats van een paar van die loodjes? Eigenlijk wel, maar het heeft ook wel zijn charme. Want als je bij ons aankomt, dan is het gewoon een industriegebied en denk je van ja echt een tuner. Ja. En dan kom je binnen en dan hebben we het wel gecreëerd zodat er een echte lounge is. Open keuken, veel glas. Mensen kunnen vanuit de lounge de auto's zien dat er gewerkt wordt. Echt een beetje een sterrenkeuken. Ja. Knijp je jezelf wel eens in de arm van, joh, hey, waar ik ben begonnen. En toen had je natuurlijk de hoop dat het allemaal fantastisch zou gaan. Maar ja ik heb natuurlijk, voordat ik hierin reed, een klein stukje teruggeluisterd van 3,5-4 jaar geleden. Ja. En heb ik in die tijd niet meer gedaan. Maar ik verbaasde me eigenlijk over wat ik toen gezegd heb. Dat nog steeds de visie is hoe we nu en de strategie is hoe we nu te werk gaan. En dat daar gewoon heel veel van uitgekomen is. En voor mijn gevoel staan we nog steeds in de kinderschoenen. En zit er gewoon heel veel toekomst in nog. Maar het is wel fijn dat je nu weet dat je het toen goed bedacht had. Ja. Dus ik ga vandaag gewoon heel veel grote verhalen vertellen. En dan hoop ik ook meer. Ja, precies. Maar wil je nog echt veel verder groeien? Je kan op een gegeven moment ook zeggen, nou, zo is het mooi. Zo is het bedrijf mooi. Ja? Het zit meestal niet bij de meeste ondernemers erin. Nee. Maar nee. Het zou ook goed kunnen zijn. Nee, en dat is ook wel de ontwikkeling geweest die er heeft plaatsgevonden. Kijk, eerst was ik zelf ook op de werkvloer mee bezig. En het ondernemen aan zich is natuurlijk enorm gegroeid. Bij mij. Ik heb er sinds 1,5 jaar 2 partners bij. Dat zijn wat meer ervaren mensen en daar leer ik elke dag gewoon heel veel van. En eigenlijk dat ondernemen, dat is mijn nieuwe passie geworden naast de auto's natuurlijk. Dus daar wil ik zeker nog veel meer mee doen. De mannen waar ik het nu mee doe, zijn Patrick en Louise, die hebben ook nog echt een drive om er gewoon iets groots van te gaan maken. Yeah. En de een vindt het nu al groot, maar wij hebben nog gedacht. Ja. Dus dat wil ik vragen, hè? Want vorig jaar was de omzet met 150% gegroeid, 148% om precies te zijn. Hè? Ja. Geen last van de coronacrisis dus. De eerste vraag, hoe komt dat? Ja, toen ik in deze business begon was het ooit 2010 met een ander bedrijf. Maar dat was natuurlijk midden in de crisis. Ja. En wat we daar zagen was dat de mensen in het segment waar we in opereren, dat die gewoon misschien dachten, hey, misschien dit keer geen nieuwe auto. Laat ik mijn auto die ik heb maar eens aanpakken. Ja, dat zie je nu met de corona ook. Nee, we kunnen toch niet skiën. Dus, Nee, vakanties. Ik bedoel, het segment waar wij ons in begeven, die geven ook een hoop uit op een vakantie. Ja. In hun gedachten hebben ze dat toch al op voorhand uitgegeven. Dus dan steken ze het nu maar in een auto. Dus ik denk zeker dat dat een belangrijk onderdeel is. Welk segment auto's bedienen jullie? Niet iedereen zo Absolute Motors. Ja, je kunt even googlen en dan vind je van alles. Maar waar begint het en waar eindigt het? Wat is de kern? We richten ons voornamelijk op het premium segment. Dat houdt in auto's vaak toch wel boven de 80.000 euro en hoger. Yeah. Oplopend tot een luttele miljoenen. Ja. Dat komt ook door de merken waar we mee werken. Die leveren alleen maar onderdelen voor dat soort auto's. Ja. Maar auto's van een lager bedrag, die doen wij ook met alle plezier. Vooral passie is belangrijk. En de ene eigenaar heeft dat met met zijn Golf, waar hij hard voor gespaard heeft. En de andere met een Bugatti. Maar wat is een typische Absolute Motors auto? Dat je echt zegt, nou ja, die hebben gewoon wel wat vaker. En daar hebben we ook al zoveel mee gedaan. Ja, er is niet echt een typische auto, maar wel een typische klant. En dat is, dat is voornamelijk het geval bij ons. Het zijn allemaal mensen die gewoon autogek zijn. En ze komen bij ons om een stukje van hun passie met ons te delen. Dus tuurlijk, we verkopen een product. We moeten er een boterham van eten. Maar het is de bedoeling dat wij daar de passie met de eigenaar delen. En dat we gezamenlijk naar een project toe werken en een auto maken. Ja. Die voor hun perfect is. Het zijn denk ik ook wel mensen die iets willen laten zien.
Toch? Het zijn niet altijd. Bescheiden. Er zijn ook auto's waar we alleen maar wat interieurdingetjes doen, wat ze puur voor hunzelf als rijder willen hebben. Ja. Tuurlijk, er zitten hele extreme projecten tussen. Dat zijn ook de projecten waar we vaak meer bekendheid mee creëren, omdat die zo extreem zijn. Maar de dagelijkse projecten zijn juist mensen die heel erg onder de radar blijven. Dus ja. Wat vond jij vorig jaar het gaafste project dat jullie hebben gedaan? Het zijn er zo. We zitten nu op 100 auto's per maand. Dus. we doen er heel veel. Maar we hebben een aantal totaalprojecten waarbij het niet eens de exclusiviteit van de auto is geweest wat het zo gaaf maakte. Maar er zijn een aantal projecten geweest waarbij mensen gewoon gezegd hebben van, joh, ik vind het werk wat jullie doen vind ik zo gaaf. Dit is mijn budget. Doe maar. Verras me maar. Ik wil op. Dat is wel het leukste. Ja. Ja. Ik zeg dat ook wel eens bij de kapper, maar dat loopt meestal niet zo. Ik zeg ook veel. Ja, het moet korter en succes ermee. Ja, maar hoe wil je het? Ja, weet ik veel. Mijn vak niet. Ja. ik heb het nu. Mijn vriendin en ik. Corona, kappers zijn dicht. Dus we hebben zelf een beetje bijgeknipt. Ja, nou, met de grasmaaier. Ja. Het is te zien. Ik heb zo'n raar kaal plekje opeens. Moet je een beetje zwart spuiten? Nou, dan zie je dat weer minder. Net zoals Julian. Ik ken het. Wat voor auto's staan er nu in die 5 loodsen? Heel gevarieerd. Van heel exotisch. Ferrari Monza SP2. Dat is redelijk exotisch. Vandaag er maar 1 van, geloof ik, toch? Nee, er komen er 7 naar Nederland. Oh, 7 naar Nederland. Maar Nederland is goed bedeeld altijd. Hè? Ja. Dus, we hebben Senna GTR staan op dit moment. Ja. Ook vrij uniek. Dat zijn echt wel de exotische knallers. SLR, wat meer nostalgisch al. Ja, maar daar moet ik eigenlijk afblijven. Zo'n soort classic. Wat leuk bij die auto is, die hebben we binnengekregen met een Duitse tuningvelg, om het maar zo te noemen, van die tijd. Ja. En die hebben we nu binnengekregen om hem weer terug naar origineel te brengen. Dus dat is eigenlijk ook een heel leuk onderdeel. Ja. Ze hebben straks wat leuke velgen over die kunnen parkplaatsen. Ja, ik zag laatst een leuk filmpje bij het Jeugdjournaal, Wouter, dat er allemaal van die autospotters in Laren zijn. Hè? Die mogen daar niet meer spotten, want het wordt te druk vanwege corona. Maar ik kan me voorstellen, bij jullie loodsen, staan ze daar ook? Ja, zeker met die coronatijd toen de scholen dicht waren. Zulke kleine mannetjes die net boven de tafel komen met een enorme lens. Ja. Ja, is niet normaal. Ik denk op een drukke dag, zeker in de zomer, dan gaat het de 50 wel voorbij af en toe voor de deur. Dus maar ze hebben ook allemaal een fiets mee. Dat maakt het wat gecompliceerder. Wat fietsenrekken neergezet. Busjes rond gaan rijden. We hebben buiten een picknicktafel geplaatst voor de jongens. Dat ze lekker een lunchtrommeltje mee kunnen nemen. En daar begint het tenslotte. Dat zijn de toekomstige klanten natuurlijk. Ja, maar dit, hè, mijn nerd. We hebben wel eens natuurlijk mensen zeggen, ja, die jeugd, die vindt auto's niet meer leuk. Echt, zeg maar, dit voorbeeld ook. Maar ook, ik ben de laatste tijd een paar keer weer bij Pon natuurlijk. En Leusden, dus Audi, Porsche. Ik vond het allemaal geweest. En dan daar staan ook gewoon gastjes, zeg maar, daar auto's te filmen. Die mogen volgens mij niet meer, zeg maar, echt bij het terrein. Ze staan het verkeerslicht ervoor. Ja. Het mooie was, zelfs mijn auto ging gewoon op de foto. Dus was helemaal yes. Ja. Gewoon nogal spotwaardig, zoals dat dan heet. Nee, gaaf. Bekende klanten, ja, we hebben er wel wat voorbij zien komen. Ja, dit jaar de grootste namen, als je het zo moet noemen, was Rico Verhoeven natuurlijk. Ja. Dat zou ik wel zeggen, want hij zal ook wel eens bij jullie komen. En dan dat is de laatste met wie je ruzie wil hebben, toch? De onderhandeling voor prijzen vind ik ook het moeilijkste onderdeel. Ja. Aan de andere kant vind ik wel lachen dat hij dat is die auto met de overgang in kleur, hè? Dus rood van voor en zwart van achter. Ja. En er wordt, zeg maar, dit nieuw sinds gesneden brood. Maar Peugeot heeft gewoon met de GTI 308 GTI heb je dat ook op de Peugeot 5008, die lullige burger, heb je dat ook af fabriek ooit gehad. Maar goed, wel gaaf. Ja. Die trend hebben we gevolgd. Als je het toch over trends hebt, hè, wat zijn de trends? Want ik neem aan dat tuning ook wel aan trends onderhevig is. Ik heb het toen over OEM Plus gehad. Dat is nog steeds wel de leidraad in het tunen. Dat is ook hetgeen wat het in Nederland steeds meer geaccepteerd heeft gemaakt. Dus dat zijn eigenlijk aanpassingen die voor hetzelfde geld ook bij de fabriek zo gedaan hadden kunnen zijn. Dat is nog steeds de leidraad. Maar je hebt natuurlijk ook de color fades. Zoals die net beschreven werd van Rico Verhoeven. Die heeft hij in Amerika gezien. Gevraagd of wij dat ook kunnen doen. Ja. Dus wij hebben het ook gekopieerd, om maar zo te zeggen. Maar ook tegelijkertijd naar Nederland gehaald. En nu hebben we er, geloof ik, zelf al 8 in een planning gehad. Andere bedrijven hebben er ook al meerdere gedaan. Dus je ziet wel dat ook heel makkelijk een trend te zetten is in Nederland. Ja. Het is altijd een soort wolkje wat dan zich uitspreidt. Ja.
Is het alleen Nederland of zijn jullie ook in het buitenland actief? Nee, steeds meer in het buitenland. We zijn 8 maanden geleden met YouTube begonnen. Ja, dat gaat heel hard. Ja. Had ik nooit verwacht van tevoren wel dat het zou helpen, maar niet zo extreem. As we speak is er een trailer van ons onderweg van Katowice Ferrari, waar we vandaag een nieuwe 812 GTS gehaald hebben. Ja. Ja, dat soort projecten, dat krijgen we eigenlijk van over heel de wereld. Ja. Sint Maarten hebben we net de G-klasse voor afgemaakt. Met China zijn we bezig voor een aantal projecten, toen ook al. Vanuit alle kanten van de wereld eigenlijk. Ja. En blijft het dan zeg maar de vestiging in Ridderkerk? Of is het binnenkort Absolute Motors Dubai en Absolute Motors, noem eens andere. Ja, ergens in Florida of ja, zo. Precies, ja. Ja, rustig beginnen. We hebben Duitsland in gedachten. Ja. Ik denk dat het een hele interessante markt is. En België natuurlijk. Ja. Dus daar gaan we als eerste, daar zijn we mee bezig op dit moment. Ja. Om daar eigenlijk in 2021 minimaal één van die twee gerealiseerd te hebben. Ja. En ja, misschien dit jaar ook nog de tweede. Alleen anders volgend jaar zal dat aan het begin van het jaar plaatsvinden. Okay. En dit zijn dus de uitbreidingsplannen eigenlijk die je hebt? Die, onder andere, we zijn bezig met de overname van de spuiterij. Omdat we het volume gaat daar enorm met 100 auto's per maand omhoog. En daar merken we gewoon dat we de kwaliteit kunnen verbeteren. Zeker in dit segment. Want veel autospuiterijen zijn toch echt uit het schadewereldje wat dan... Ja, waar de prijzen onderdrukt worden door leasemaatschappijen en dergelijke. Ja. Dus de kwaliteit gaat daar gewoon achteruit. Als het maar weer dezelfde kleur is, dan is het ongeveer goed. Ja, ja precies. En maar een tie-rippie en een tape hier en daar op de... Ja. Waar je het niet ziet, is ook allemaal prima. Dus daar worden ze eigenlijk toe gedwongen. Ja. Maar je ziet wel dat het premium segment daar ook toe gedwongen wordt... om daar de auto te laten repareren, terwijl ze dat vaak niet willen. Dus daar zien wij een gat om dat op te pakken... gecombineerd met de spuitwerkzaamheden die we wel hebben. Ja. Ben met een heel gaaf concept bezig. Dat is eigenlijk sinds gisteren pas dat echt gaat gebeuren. Primeur, dat is een autohotel in Rotterdam Centrum, ondergronds garage. Wow. Dus je ziet het in Londen, zie je het al gebeuren. Ja. En dat gaan we eigenlijk naar Nederland halen. Dus dat, daar hopen we binnen enkele maanden open te gaan. En een mooie collectie van minimaal een stuk of 80 auto's neer te gaan zetten. Kijk, zo. Mooi. Nou, ik weet waar ik wel eens af en toe te vinden ben dan. Ja, hè? Precies, lijkt me wel. Hey, je importeert ook verschillende merken met een ander bedrijf, SAS Import. Ja. Ja. Nieuw is daarin Novitec. Yes. Ik had er nog niet echt van gehoord. Wat is het? Novitec is een bekend merk. Ze zijn al zo'n 30 jaar actief. Toch had ik er nog niet van gehoord. Nee. Is dat. Een tuner, hè? Italiaanse auto's. Ze hebben ook een Fiat Cinquecento uit de jaren 90 hebben ze ook gedaan. En die kregen een turbo kitje. Oh ja. Ja. En had je, ik weet niet hoeveel pk, volgens mij had hij dan 100 pk of zo. Maar dat was destijds echt veel. Maar goed. Daar hebben ze naam gemaakt. Yes, met de Fiat zijn de Alfa's begonnen. Ja, dus, ja. Dat is het. Dat is het. Dus dat, maar dat is uitgegroeid naar Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Maserati en Lamborghini. En die hebben nu zo'n 25 jaar dezelfde importeur gehad in de Benelux. En wij doen het toch op een wat andere manier. Dus het laatste kwartaal van 2020 hebben we gewoon laten zien wat wij zouden kunnen betekenen voor het merk. Ja. En met de importeur, de importeur die er toen was, hebben we eigenlijk gewoon mooie afspraken gemaakt. En een soort overname gedaan waarbij we vanaf dit jaar gewoon gas kunnen gaan geven aan Novitec. En zorgen dat jij het wel kent. Ja, precies. Ja. Over gas gesproken, we hebben ook wat geluid van de Novitec Lamborghini Aventador SVJ. Even luisteren. Lekker. Oh ja, dan moet ik weer een ander knopje. Ja. Ik zal je vertellen, ik was vanochtend ergens niet nader te noemen locatie. En dat klonk ook zo. Nee, daar reed de Novitec Lamborghini Aventador SVJ. En die jongens, ja, ik ga me verhalen, maar ja, je mag niet filmen, maar ik geef wel even gas, dat is wel leuk. En waren jullie ook nog in een tunneltje? Het was een ondergronds garage. Ook, dus dat klinkt ongeveer zo, denk ik jou. De microfoon kan dit niet aan, dat hoor je dan. Hè? Mooi je oren, die hebben zo'n soort mechanisme dat je dan toch gewoon even... dit is echt bizar. Ja. Waanzinnig. Het is geen waterstof. Nee. Nee. Maar bouwen jullie die auto's dan zelf om of importeer je ze? Beide. Dus de nieuwe modellen worden door Novitec als eerst geproduceerd. Ook om de kit op te ontwikkelen. Die gaan naar de lounge gaan ze de verkoop in. Dus die kunnen wij verkopen. Maar ook de auto's kunnen we gewoon met de losse onderdelen verbouwen. Dus we kunnen hem ook naar wens maken. Niet iedereen hoeft voor het volledige pakket te gaan. Maar losse onderdelen is ook gewoon mogelijk. Ja. Hoe groot is die markt voor dit soort pakketten op dit soort auto's? Ja, groot. Ja.
Ja, maar een goede importeur is daar wel van belang natuurlijk. Dus ja. Vandaar ook dat we SCS Imports hebben, dat we het eigenlijk loskoppelen van Absolute Motors. Ja. Omdat wij willen dat alle conculera's van Absolute Motors ook dat merk gaan... Ja. Wat doen jullie dan anders qua import? Je zei van ja, er was behoefte. Je hebt gezien, laten zien dat je het anders doet. Wat doe je dan anders? Belangrijkste is door middel van nieuwe media... Ja, het onder aandacht te brengen. Ja. Dus ja, wat jij zegt, ik ken het niet. Ja, ja. Dat willen we niet horen. We willen zorgen dat, dat de telefoon gaat en dat mensen zeggen... Ik heb het gezien. Ik moet het hebben nu. Ja. Nu. Ik kom nu langs. Ik ga er nu op. Ja. Ja, en dan heb je je auto helemaal mooi getuned door jullie. En hij staat lekker in het autohotel bij jullie. Dan wil je hem ook mooi netjes afdekken natuurlijk. Ja. Daar heb je ook een oplossing voor. Zeker. Goodwill. Goodwill is een nieuw merk. Ik noem het altijd het Italiaanse maatpak voor de auto. Dus het wordt ook pas gefabriceerd na bestelling. En dat is heel gaaf. Wat ze eigenlijk doen is ze kopiëren de looks van de auto op de autohoes. Het is een speciaal soort wol. Wat er ook voor zorgt dat de lak gewoon natuurlijk in uitmuntende staat blijft. Ja, super gaaf product. Je kan er alle kanten mee op. Net zoals dat je met een maatpak eigenlijk kan. Ja. Ja. Heeft het ook maatpak prijzen? Of is dat... Het zit gemiddeld rond de €3600 BTW. Nou. Ja, ik zat even te kijken. Ik zat even op Google gewoon te kijken wat een autohoes zo'n beetje kost. Nou, €36. €23 heb je er eentje via Bol. Voor €7 bij de Lidl. Ja, kijk, okay, ja, maar is andere kwaliteit. Is toch iets andere kwaliteit waarschijnlijk. Ja, ik hoop het wel. Ja. Ja. Anders ga ik bestellen en rebranden. Ja. Ja. Maar is de markt voor mensen die dit willen groot genoeg? Want ik snap dat er mensen zijn die dit zonder blik of blozen gewoon zeggen. Oh ja, nee, doe nog even zo'n hoesje erbij. Dat is wel leuk. Maar het is geld. Ja, het is een groeimarkt, dus daar zit echt wel heel veel potentie in. Maar wat je ziet is dat als dealers het aanbieden... dat het een stuk makkelijker verkoopt dan wanneer wij als aftermarket partij... om het maar zo te noemen, gaan proberen voor €3600 een hoes te verkopen. Ja. Lukt prima, dat is het probleem niet. Alleen als een dealer het doet waarbij een auto besteld wordt van 2,5 ton... ja, ja op het geheel is het dan een stuk makkelijker. Het overdenken voor zo'n eigenaar is dan wat, wat soepeler. We sluiten af met dit. Ach, doe ik weer die knop. Ja. Dankjewel, Kenneth de Pruisenaren, de La Woestijnen van Absolute Motors en SAS Import. Ja. En dus ook de importeur van Novitec, vergeet het niet. Ja, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja. Alles is mogelijk. Alles, jongen. Ja, je kan ook dubbel luisteren via alle platforms. Kijk of je verschillen hoort. Dat is ook wel leuk. Hè. Vergeet je niet te abonneren. Twitter, Facebook, Instagram. We doen het allemaal. Absolute Motors doet daar nog veel meer mee. Ja. Mijn naam is Wouter Karsen. En ik ben Meijnerd Schut. Tot volgende week. Jij moet ook even op hun website kijken, denk ik. Want er wordt gefilmd op dit moment. Oh jee, we gaan komen in beeld. Het minst chique gedeelte van die hele website wordt dit. Maar goed. Sta mij. Even zwaaien naar de camera. Tot volgende week. Doei. Ik wil mensen luisteren ook wel. Ik heb een Roman hebt. Ik wil Wouters handtekening. Dat is altijd even een rush, hè, zo'n programma. Uiteindelijk heb je toch ruim een kwartier de tijd van. Ja? Ja. Het voelt als echt alsof je in 4 minuten alles een beetje probeert te vertellen. Nee, maar zij doen het ook echt leuk. Leuke vraagstelling. Ze weten ook wanneer ze een nieuwe vraag moet stellen, zodat ik mijn mond hou, weet je wel. Ja. Dat is ook belangrijk. Anders kan het helemaal doodslaan. Dus, nee, is leuk. Leuke mensen ook op de redactie altijd. Ken Pet. Hey. Dan heb jij een heerlijke stem, man. Ja, maar, was het wat? We hebben er in de tussentijd 16 volgers bij. Oh. Dat is goed gedaan. Nou, dan was het al waard. Voor Mobicep waren die volgers duurder. Ja, precies. Voor Mobicep moest je ervoor betalen. Ja, jij krijgt het wel gratis, Vic. Ja, doe je goed. Altijd zorgen dat je goed luncht. Dat klinkt hier wel prima. Wow. Sowieso echt een prima auto, man. Prima is gewoon... vrij arrogant, dat bedoel ik helemaal niet zo. Het is gewoon een topauto. Kenneth, waar zijn we? Wat gaan we doen? We zijn in Ridderkerk. Dus we zijn de dag aan het afsluiten. Het was weer een mooie vrijdag. Net het interview gehad. Hè? We hebben het allemaal gezien en gehoord. Ja, je stond luid op. Hier zo. In de lounge. Echt? Klanten konden meegenieten. Iedereen was stil. Daan was aan het meeluisteren. Liep je niet weg? Onder de indruk. Best wel veel berichten gekregen ook.
Mm-hmm. Nu al. En vorige keer, toen bestond het nog niet eens een jaar, en toen hadden we denk ik een half jaar na. Het was nog in het oude pand toch? Ja, maar een half jaar na dat interview kwamen er nog steeds mensen binnenlopen en zeiden ja, ik heb het toen gehoord op BNR en dus laten we hopen dat het nu ook weer nut heeft gehad. Ja. Maar jij wilde iets laten zien volgens mij, want we hadden net iets binnen gehad. Ja. Van hem heb ik ook een bericht gekregen gelijk trouwens. Van Ben. Net. Nou, dit is top. Maar je hebt het nog niet gezien, hè? Nee. Maar dit... Ja, je wist dat het eraan ging komen. Maar dit is wel echt... een gek kwaliteit foto. Tenminste, hoe het geprint is. Ja, kijk, het technische verhaal ken ik dus niet. Hij heeft het wel gezegd, maar ik heb het niet helemaal gevolgd. Maar dit is een soort chroompapier, maar er zit echt zilver in verwerkt. Daardoor is dit, je moet wel luisteren naar wat ik zeg, hè? Ik luister. Dit dan is dit rood, ja. Is zo, knalt er zo keihard uit. Ja, maar er zit ook best veel metallic in. Ja, dat is zilver, dat is gewoon daadwerkelijk zilver. Echt zilver zit hier. De auto is nu potsiebloem. Ik weet dat wel gruwelijk hoor. De printer kost geen 10.000 euro zoals een normale printer, maar eerder 3,5 ton. Oké, zie. Dus het was serieus. Wel heel tof. Het is wel eigenlijk... is toch weer andere kwaliteit dan we daar hebben hangen. Mooi. Maar ja, goed, die we daar hebben hangen, die zijn van 3 jaar geleden. Ja. En nu zijn wij alweer 3 jaar verder gegaan in kwaliteit en dan hoort dit er meer bij. Waar is het van? Even een kleine shout-out, dat mag wel met zo'n kwaliteit. Profotonet. Dit is van Profotonet, ja. En zij doen eigenlijk alle high-end trouwalbums, maar dus ook van dit soort prints. Op glas, of achter glas, plexiglas. Dit is ook echt van het merk plexiglas. Oké. Okay. Dus ook dat is weer van de hoogste kwaliteit. Top. Het is wel even andere koek dan zo'n simpel frame. Ook wel met die spots erop, wel gruwelijk hoor. Ja. Ja, kleur popt eruit, dat is echt ziek. Ja, nu hebben we dus 3 verouderde lijsten hangen, die moeten we er echt af maken. Ja, plus ik denk dat je er 4 kwijt kan hiervan, of niet? Nee, dat kan. Maar wil je er 4 kwijt? Nee, 3. Maar volgens mij... doen we de top 3. Volgens mij heeft Lila alweer een mega dikke plaat geschoten van Senna GTR. Ja, mooi. Ik zag hem net ermee. Is nu op de derde auto. Nou, ik zou dan bijvoorbeeld die AMG GTS van Peter, ja. Want die heeft groene achtergrond, ja. Dan heb je een rode achtergrond, ja. En dan inderdaad een zilvergrijs achtergrond. En krijgen we mega veel aanvragen door. Sowieso, wij gaan dit gewoon leveren. Ja. Bij het project kunnen wij dit gewoon leveren. Ja. Dat is natuurlijk top. Ik krijg zeg maar altijd de vraag wat mijn functie is. Oh, jij wil zien gewoon. Hij is gewoon zichzelf voorop aan het vooruit aan het werpen nu. Ja, ja. Wat is jouw functie? Nou, sales manager. Staat gewoon in beeld. Kijk maar hier. Toch? Heb je erin gezet, toch, Rico? Nu heb ik hem erin gezet, ja. Maar ze vergeet ook altijd de W in je naam te schrijven, terwijl het er ook staat. Randy was het toch? Roan. Roan. Roan of Johan? Johan. Ik vind jou wel een beetje Johan. En we hebben Scott. Hey, Scott. Je wilt een beer? Ja, ik wil een lappenbeer. He's from UK, so he needs another one already. Yeah. Keep what's a pint? Leuk dat je hebt gekeken naar een dag uit mijn leven. Ik heb ervan genoten, het was een hectische dag. We hebben niet alles kunnen laten zien, want sommige dingen kunnen we niet laten zien. Maar wie van Absolute Motors wil jij volgende keer in een video zien? Hier staan er een paar, beneden lopen er nog een paar. Laat even in de comments weten wie je wil zien. En like de video. Blijf ons volgen.